Eerst even heel wat anders. Want stel je, duikt als jood onder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na twee jaar vol ontberingen kom je meer dood dan levend terug bij jouw eigen huis. En dan blijken er andere mensen te wonen. En die willen niet vertrekken. Het lijkt een boze droom, maar dat moet duizenden keren zijn voorgekomen in die dagen na de oorlog. Regio-historicus Marco uh, Krijnsen, die doet nu een oproep aan de Twentse gemeente... om uh, dit te onderzoeken en om getroffen families te compenseren. Marco, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je enig idee om hoeveel woningen en bedrijfspanden in Twente het zou kunnen gaan? Nou, de, bij elkaar is dat ongeveer 280 panden... die uh, in de tijd uh, zijn in beslag genomen eigenlijk door de Duitsers... en uiteindelijk uh, zijn doorverkocht. En uiteindelijk... Uh, ja, gaat het natuurlijk om, om miljoenen euro's, als je het nu zou omrekenen. Maar het 280. Is... Ja. En waar, waar komen die cijfers vandaan? Nou, er zijn, uh, de Duitsers hebben in de tijd uh, heel goed bijgehouden. wat er met al die transacties is gebeurd. En uiteindelijk uh, hebben ze dat vastgelegd in zogenaamde uh, vastgoedboeken. En die vastgoedboeken die zijn bewaard gebleven op 1a. Dus er is een vrij goed overzicht van. Uh, nou, op welke schaal dit in de tijd uh, gebeurd is. Mhm. Mm Um, laten we zo meteen nog wat, wat dieper op induiken. Ik ben ook wel benieuwd. Um, er zijn nu 84, of 34 Nederlandse gemeenten. die eigenlijk nou ja, misschien wel hun eigen beerput opentrekken. Kijken in hoeverre is dat bij ons gebeurd? Welke rol uh, hebben wij daarin uh, gehad? Um, het voorbeeld van de aankondiging. Ik, ik noem even wat, wat gemeenten. Achterhoek bijvoorbeeld, uh, Doetinchem, uh, Winterswijk, Lochem. die zijn ermee bezig. In, in Lochem speelde dat voorbeeld wat ik in de aankondiging noemde. Um, kun je eens vertellen wat is daar gebeurd? Ja, ik, ik werd daarmee geconfronteerd uh, twee jaar geleden. Toen uh, uh, heb ik een verhaal gemaakt met mensen uit Goor... die uh, ondergedoken zaten in een onderduikershol uh, bij Markelo. Uh, die hebben daar anderhalf jaar gezeten in, in angst. Uh, elke dag konden ze ontdekt worden. Uh, ontberingen natuurlijk. En uiteindelijk hebben ze het overleefd. Uh, na de oorlog... Wil Een van de overlevenden die wil uh, naar uh, het huis van zijn schoonouders in, in Lochem. En denkt daar ook weer in te kunnen trekken. Zijn schoonouders waren overleden, waren vermoord. En uh, ja, tot zijn uh, schrik en verbijstering ziet hij dat daar een, 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 een huisarts uit Den Haag in woont. Met zijn Duitse huishoudster. En uh, het heeft hem een enkele jaren gekost. En hij moest, moest hemel en aarde bewegen om in het huis te kunnen komen. Uh, heeft de burgemeester uh, benaderd. Hij heeft zelfs uh, de koningin gevraagd of die een rol kon spelen. Nou, pas na drie jaar kon hij in dat huis. Nou, dat was voor mij de eerste keer dat ik echt doorhad had uh, hoe, hoe, uh, hoe confronterend dat was. Hè? Dat je inderdaad in die oorlog allerlei ontberingen hebt doorstaan. En er waren natuurlijk ook heel veel joden die kampen nog hadden overleefd. Dus de, vergelijkbaar verhaal. Uh, dan kom je terug en dan uh, hoop je weer iets op te bouwen. En dan blijkt dus dat er. Ja, mensen in jouw huis wonen. En dat je ook nog eens een keer alles in het werk moet stellen. om dat huis weer, hè, wat eigenlijk je eigendom is, om dat weer ja, om daar weer in te mogen wonen. Ja, misschien een hele gekke vraag. Maar wat, wat is de, de reden ervoor? Is dat, is dat een soort van extra pesterijtje van, van de Duitse bezetter geweest op dat moment? Is het geda de gedachte van ja, die komen toch niet weer terug? Dus dat kunnen we wel gewoon doen. Wat? Ja, de, de Duitsers die wilden gewoon alle Joden uh, uitroeien. Ja. Uh, dat, dat, dat weten we. En wat ze deden was dus uh, alle bezittingen onteigenen. En die werden vervolgens uh, tegen een vrij lage prijs verkocht aan uh, tussenhandelaren, soms ook aan gemeenten trouwens. Uh, want ze hadden gewoon geld nodig voor die oorlogsvoering. Ja. Wat, en, wat, is, wat is eigenlijk de, de rol van, van gemeenten? Want 34 gemeenten, zei ik al, die gaan het nu onderzoeken. Um, wat zou een mogelijke rol van die gemeenten kunnen zijn? Waar, waar, wat willen zij weten van zichzelf? Nou, de gemeente willen weten hoe het is gegaan uh, met, met die verschillende panden. Uh, in sommige gevallen waar, uh, heeft de gemeente ook die panden gekocht en daar iets mee gedaan. Ik weet bijvoorbeeld ook dat uh, via, via de, in Amsterdam, uh, de Universiteit van Amsterdam nog altijd zit in een, in een pand dat uh, van, van een Joodse familie is geweest. Uh, maar wat waar, bij... ze, waar ze niet voor hebben betaald? Uh, waar, waar de Joodse familie niet voor is betaald? Omdat ja, ze... Nou, er is uiteindelijk, en ik ken, ik ken niet de details, ook, ja. maar in de veel gevallen is er ook wel iets van compensatie, heeft er wel plaatsgevonden. Ja. Maar neemt niet weg natuurlijk dat dat uh, ja, zeer confronterend is en, en, en pijnlijk is. Ja. Um, maar wat gemeenten ook hebben gedaan, en ook dat is uh, uitgezocht, en, en bijvoorbeeld in Den Haag, is dat gemeenten uh, Joodse burgers hebben aangeslagen voor belasting uh, over een periode dat ze notabene in een, in een concentratiekamp zaten. En dan praat je over een soort onroerend goedbelasting. En uh, in Den Haag uh, is bijvoorbeeld in, in, geloof ik, in negen gevallen uh, gebleken ja, dat dat gebeurd was. En ja. die nabestaanden hebben daar ook rechtszaken voor gevoerd. en zijn er uiteindelijk daarvoor gecompenseerd. Ja. Dus ook... Zelfs op momenten dat hun huizen soms niet meer van hun waren. Ja. Ja. en dan toch nog aangeslagen ja. worden ook. Ja. Dat is dus ja. een, een ja, driedubbele. Uh, ja, ja. 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 Nou, ik zou er geen woorden aan geven. Maar. On onvoorstelbaar dit eigenlijk. Het is echt, ik vind het ja. echt onvoorstelbaar. Um... Ja, en dan ook niet gehoord worden, ook hè, in, in die jaren na de oorlog. Hè. Want ja, het is met de ogen van nu helemaal moeilijk voor te stellen. En ik probeer dat wel. En dan, ik, ik, ja, ik denk dat Nederland heel erg bezig was uh, met de wederopbouw. Ja. En uh, dat er totaal geen behoefte was uh, om terug te kijken op die oorlog. Of om medelijden te hebben met mensen die uh, geleden hadden onder die oorlog. Nu kan dat wel. Um, ja. Nu zijn er dus 34 Nederlandse gemeenten die, die hun eigen rol gaan onderzoeken of laten onderzoeken. Ja. Um, daar zitten geen Twentse gemeenten bij? Bij die 34 niet. Ik heb inmiddels begrepen dat in Ollersouw wel het een en ander is uitgezocht. Um, maar ja, in, 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 in Enschede en in Hengelo, daar is ook. Uh, en in Almelo, dat zijn steden waar uh, best wel op behoorlijke schaal uh, panden zijn onteigend. En uh, ja, ik, 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 ik hoor van die kant nog niet een concreet. Uh, uh, onderzoek, uh, aankondiging van een onderzoek. Ja. Ik was getriggerd omdat in, in Zwolle uh, gebeurt het dus nu wel. Hè? Dat is ieder, vorige maand is dat gebeurd, heeft de gemeente aangekondigd: wij gaan dat zelf onderzoeken. Wij schakelen het NIO daarvoor in. Uh, we willen dat echt goed uitgezocht hebben. En dan gaat het dan niet eens om geld of zo, wat dan ook, maar puur van we willen de waarheid boven tafel hebben. Als, als het, laat ik het zo zeggen, als het gaat om de waarheid, die soms ook hard kan zijn. En ook om dat toe te moeten geven. Dan zou het geen. ja lijkt me, Ik vraag me af, wat is het probleem van die gemeente? Of zijn ze bang dat ze mogelijk als ze zeggen dat er iets in mis is gegaan, dat ze dat moeten compenseren. Waarom, zit sommige, waarom zijn sommige gemeenten niet, nog niet ingestapt, om het zo maar te zeggen? Ja, heel een hele goede vraag. Ik, ik denk dat het uh, besef misschien nog niet goed doordringt dat het een hele pijnlijke geschiedenis is, ook voor heel veel betrokkenen of nabestaanden van betrokkenen. Uh, anders kan ik het niet verklaren, want in principe uh, zou je dit moeten willen onderzoeken. Omdat het ook uh, het een, denk ik een een, een, uh, een leermoment is, ook voor een overheid. Hè? Uh, bedoel, er kunnen weer allerlei situaties zich voordoen waarin mm -hmm. dit soort dingen gaan spelen. En je moet je eigen rol als, als, als overheid altijd onder ogen durven zien. Ja. Hoe kan het eigenlijk dat die... Dat die uh, Kijk, we hebben vorig jaar hebben we 75 jaar vrijheid gevierd. En natuurlijk is dat anders geweest door, door corona bijvoorbeeld. Maar ik heb hier nog nooit van gehoord. En, en, en vorig jaar volgens mij ook niet, niet echt veel. De, 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 hoe kan het dat zo onderbelicht blijft? Ja, nou, het is heel lang onderbelicht geweest. Loede Jong, dat is toch de grote Tweede Wereldoorlog onderzoeker van de Komaf. Die, die heeft in de jaren 60, 70 daar boeken vol over geschreven. Je gelooft er niet in, toch? Nee, die, die heeft eigenlijk gedacht dat dit nauwelijks of, of helemaal niet speelde. En ik denk dat de laatste jaren zijn wel steeds meer archieven gedigitaliseerd of vrijgegeven Waardoor we ook steeds meer informatie hebben en documenten hebben over die periode. En ook over de, de naoorlogsperiode, over de transacties in die oorlog. En ja, dat helpt. Ook om je om, om nu die waarheid boven tafel te krijgen. Ja. Ja, ergens zou ik ook zeggen, ja, je hebt blijkbaar het aantal van die panden heb je in, in, in beeld, zeg maar. Ja. Dan moet die, die dat onderzoek ook niet super moeilijk zijn, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat, dat Je weet ook, welke panden het zijn. Dat, dat je als gemeente redelijk snel, als je daar iemand eh, daarmee aan het werk zet, kun je redelijk snel achterhalen om, om welke schaal het gaat. En je kunt denk ik ook nog wel achterhalen. Uh, wat er is gebeurd ook ten aanzien van uh, belastingen die uh, zijn geheven op, uh, op, op Joodse burgers. Ja. Ja. De, wat is eigenlijk, om, om dat heel concreet voor me te, te krijgen, wat is een mogelijke... Dat onderzoek wordt gedaan en er wordt een pand gezien in Enschede waarvan uh, zichtbaar is... Hey, die was in de oorlog van een Joods gezin, het um, gezin ging weg, kwam terug, pand niet meer van hun. Wat is, wat, is, wat, is, wat, wat, kan, wat is de mogelijke gevolgen, wat is het gevolg daarvan, wat moet de gemeente daarmee? Nou, ik denk niet dat je moet verwachten dat daar nabestaanden nu hun uh, onroerend goed gaan opeisen. En ik denk dat het daar ook helemaal niet om gaat. Ik denk dat het vooral goed is om gewoon te weten van wat voor rol heb je, heb je zelf als gemeente gespeeld. Hè? Want uh, kijk, als het gaat ook om die hele transacties. Uh, vaak waren het tussenhandelaren die daar uh, rijker van werden. Uh, bijvoorbeeld hier in Enschede uh, heb ik uh, ontdekt uh, een ene Henry Scholten, dat was een makelaar die uh, iets van 122. Uh, Panden uh, heeft uh, be, daarin bemiddeld en mm -hmm. daar ook uh, ja, beter van geworden is financieel. Um, dus het gaat nog niet eens zozeer om, om die rol van de gemeente bij die transacties, maar mm -hmm. meer om de eigen rol ook in de nou, eventuele naheffingen of in de in, in zijn totaliteit. Ja. En om uiteindelijk ook gewoon um, recht te doen aan de mensen die dit is aangedaan. Ja, om dat, het te erkennen, dat misschien vooral, in eerste instantie. Ja. ja, en om een licht te werpen op, ja. op, op toch een heel donker. Een stukje van die oorlogsgeschiedenis, eigenlijk een stukje geschiedenis dat, zoals je net zei, zelf al zei, te weinig nog is onderzocht. Is het een oproep aan, aan gemeenten of is het ook een oproep aan um, individuele tukkers? Nou, ik denk in eerste instantie een oproep aan gemeenten om gewoon eens goed te kijken van, nou, hoe, hoe is er gehandeld en um, wat kun je daarvan leren en um, wat is er nou precies gebeurd. En uh, ja, als daar individuen ook uh, daar onderzoek naar gaan doen, lijkt me dat alleen maar uh, aan toe te juichen. Ja. Marco Krijnsen, dank voor de komst en voor het aanstippen van dit uh, ja, toch al bizarre schijnende fenomeen. Graag gedaan.